Het is vandaag Wereldbossendag. Deze dag is ingesteld om wereldwijd aandacht te vragen voor bossen en het belang daarvan. Dit zegt de directeur van Conservation International, John Goedschalk. Volgens hem is het niet te veel gezegd als gesteld wordt dat het bos gelijk is aan het leven. Morgen is natuurlijk Wereldwaterdag. Die zegt ook water is leven. Maar geloof me, die twee zijn zo met elkaar verbonden. Zonder bossen geen water, zonder water geen leven. Dus hoe je het ook duidt of keert, onze bossen, als we die niet goed koesteren, niet goed gebruiken, dan is dat echt wel het inluiden van het einde van de mensheid. Nu zijn we dus bij Conservation International. We zoomen in naar Suriname. Hoe gaan we om met onze bossen? Ja. Nou, kijk, ik denk dat wij één groot geluk hebben. En dat is, we hebben een heel kleine bevolking. Als de wijze waarop we met onze bossen per persoon omgaan zouden vertalen naar een grote bevolking, zouden we denk ik wel een probleem hebben. We hebben wel veel natuurparken ingesteld, maar jammer genoeg investeren we op dit moment niet heel veel in het daadwerkelijk beheer daarvan. En dat is een bijzondere uitdaging voor onder andere de jachtopzieners en andere partijen. Maar dat heeft ook veel te maken met het feit dat onze huidige natuurbeschermingswet beperkt is. Het geeft onvoldoende ruimte voor verdienmodellen. Het geeft onvoldoende ruimte voor medezeggenschap en medebeheer. Goedschalk wijst erop dat indien we onze natuurbeschermingswet kunnen actualiseren, we aan onze natuur kunnen verdienen. De Conservation International directeur zegt dat we een onwerkelijke schat hebben, namelijk ruim 14 miljoen hectare bos, waarvan een groot deel nog heel gezond is. Hij is bijzonder enthousiast over de komende periode. Omdat we een traject bezig zijn in te gaan samen met het ministerie van ROGB, samen met het directoraat Bos of de onderdirectoraat Bos van ROGB en met het parlement om samen met de rest van de Surinaamse gemeenschap samen te gaan. Hoe kunnen we nou inderdaad van natuurbescherming naar duurzaam natuurbeheer? En hoe kan dus een model worden bedacht, gestoeld op wetgeving, wet- en regelgeving, die ons eindelijk in staat gaat stellen om te verdienen aan die natuur. Op een manier die duurzaam is, die de natuur respecteert, intact houdt, die ook eerlijk is, dat er eerlijk verdiend wordt. In verband met Wereldbossendag zeg ik, Suriname, wees trots. Trots op het feit dat we het groenste land ter wereld zijn. Laten we er alles aan doen om dat te blijven. Het is echt niet zo dat beschermen betekent dat je niet kan eten. Onze natuur is zo krachtig en uniek. Als we het goed beheren, dan zal het onze ontwikkeling versnellen. Dus laten we vooral werken naar duurzaam natuurbeheer. En laten we er alles aan doen om onze kinderen en kleinkinderen ook de gelegenheid te geven om te zeggen, zij wonen in het groenste land ter wereld. Tot zover John Goedschalk, directeur van Conservation International, over Wereldbossendag.